Dit is een bespreking van Enees, boek 2, regel 287 tot 297. In het voorafgaande hebben we Eneas aan Dido horen vertellen hoe Hector hem verscheen in een droom en dat Eneas hem vraagt waarom die Hector er toch zo verschrikkelijk uitziet. Aan het woord is dus Eneas en die ille, dat is Hector. Hij niets. Dan moet je iets als zij of antwoorden op mijn vraag aan toevoegen. Hector geeft geen antwoord op de vraag van Eneas. En niet moratur mee. Morari is een deponens wat ophouden betekent, vertragen. En niet vertraagt hij mij. Maar dat mij hoort een ppa quaerentem, vragende nutteloze dingen, vana. Hector lijkt te denken, verspil nou geen tijd aan het beantwoorden van vragen over de geschiedenis, maar zorg dat je er vandoor gaat. Maar, dat staat dan ook in het vervolg, maar, gemitus, dat is de accusatieve meervoud van gemitus, van groep 4, van zuchten. Doekens betekent iets als trekkend, voerend, zuchten, trekkend, imo de pectore. Uit zijn borst, uit het diepste punt van zijn borst, onderuit zijn borst, zuchten, trekkend, en dat doet hij graviter, een bijwoord dat bij doekens hoort, dus zwaar zuchtend van onderuit zijn borst, zoiets. Zei hij, hui, voege, ach, of wee, vlucht, nate dea, dea is de ablativus van dea, geborene staat de letterlijke vanaf een godin. Eneas was de zoon van Venus. Wee, vlucht, geborene vanaf een godin. En jezelf, ontruk, eripe, eripete, ontruk jezelf, hies, flammies, aan deze vlammen. De vlammen waarmee Troje op dit moment brandt. Hostis habet muros, de vijand heeft de muren. Troje is hier het onderwerp. Troje ruït, stort neer, alto a culmine. Vanaf de top, vanaf de hoge top. Sat is hetzelfde als satis, voldoende, genoeg. Datum est moet je aanvullen, genoeg is gegeven aan het vaderland en aan Priamus. Je hebt genoeg gedaan, zegt Hector tegen Eneas, om Troje te verdedigen. Zie, als... En Pergama, dat is de burcht van Troje, de Pergama, dat is een meervoud, vandaar possent in de volgende regel. Dus als de burcht van Troje konden verdedigd worden, dit is een infinitivus van het passief, door een rechterhand, dus met geweld van wapens, dan zouden die zijn verdedigd, onderwerp nog steeds die burcht van Troje, dan zou die burcht van Troje ook wel verdedigd zijn geweest, haak door deze rechterhand. Hector wijst natuurlijk op zijn eigen hand. Dan krijgt Eneas een opdracht. Troje is in deze zin onderwerp. Troje, vertrouw toe, Tibi, aan jou. Twee leidende voorwerpen, de heilige voorwerpen, de sacra suosque penates en haar penaten, haar huisgoden. Dus je moet de huisgoden van Troje meenemen en ergens anders een nieuwe stad stichten. Hoos Cape, neem deze, dus die huisgoden, als comites, als metgezellen van jouw lotsbeschikkingen, van je lot. Ik heb enkelvoud vertaald. Voor hen, dus voor die goden, zoek Moinia, zoek muren, magna muren, grote stadsmuren. En dan het relativum op een rare plek, stadsmuren, die statues die jij zult stichten, denique, tenslotte uiteindelijk, dan hou je een ablativus absolutus over, per erato ponto, nadat de zee, de pontus, doorzwerft is, staat er letterlijk. Sic ait, zo zei hij, en met zijn handen, effert, daar staat het hoofdwerkwoord, en met zijn handen draagt hij uit, draagt hij naar buiten, van ex en ferre, en daarbij een aantal leidende voorwerpen, en met zijn handen draagt hij uit de vitta's, de wollen banden, dat zijn banden die priesters om hun haar doen
als ze offers brengen. Wollen banden en de potentem vestam en de machtige Vesta. De huisgod van Troje wordt hier Vesta genoemd, wat eigenlijk natuurlijk de god is. De godin die op het Forum Romanum in Rome een tempeltje heeft. Dus die Hector die haalt die offerbanden en de machtige Vesta. Daar moeten we ons het beeld bij voorstellen. En het Aeternum Ignem, weer een hyperbaton aan het begin en het eind van de regel. En het eeuwige vuur, die brengt hij naar buiten, Aditis Penetralibus, uit. Het aditum, dat is het meest heilige deel van een tempel. Hier meervoud, je kunt eigenlijk alleen maar enkelvoud vertalen. Uit het heiligste deel. En penetralis betekent nog het diepste deel van het heilige deel van die tempel. Ik heb dus maar vertaald. En hij haalt het eeuwige vuur uit het diepste deel, penetralibus, van het heiligste deel van de tempel. Kortom, Aeneas krijgt van Hector de heilige voorwerpen van Troje mee, met de bedoeling om ergens anders een stad te stichten. En dat dat Rome zal zijn, dat kun je al een beetje afleiden uit dat Vesta daar.